initiatief Odense Thuis van Juliet van Gelder voor en door mensen met dementie georganiseerd wordt. Het is ook een heel mooi vervolg op de succesvolle Odense huizen, de laagdrempelige inloophuizen in de samenleving. En wat heel mooi is, is dat mensen die in het Odense huis komen, daarna ook in diezelfde omgeving kunnen blijven in Odense Thuis. Er is een enorme kloof tussen thuis en het verpleeghuis. Mensen zijn daar ook ontzettend bang voor. En we denken dat met dat initiatief van Odense Thuis die kloof ook gedicht kan worden. Als deze prijs bijdraagt dat er een pand komt, zodat er echt een eerste Odense Thuis opgezet kan worden. En die dan verder uitgerold kan worden in de rest van het land. Dus het mooie van dit concept, gecombineerd met het kwetsbare, dat er een pand gevonden moet worden, dat was ook wel iets wat meespeelde bij de overweging. De winnaar van de Human Included Prijs 2018 is Juliet van Gelder met Odense Thuis.